Govert Schilling is wetenschapsjournalist, weet alles over sterrenkunde en heeft ook een website allesoversterrenkunde.nl. Daarop publiceer je dagelijks. Je bent in verschillende televisieprogramma's te zien. Je hebt boeken geschreven over sterrenkunde. Maar waar komt jouw fascinatie nou vandaan? Uiteindelijk natuurlijk van die prachtige sterrenhemel. En het is al heel lang geleden begonnen. Ik merk dat heel veel mensen die gefascineerd zijn door het heelal, daar begint het vaak al op de leeftijd van een klein kind. En dat was bij mij ook. Je bent 8, 9 jaar. Je vindt alles interessant wat nieuw is. Vogels, dinosaurussen, ridders. Ik heb het hele scala doorlopen. En op een bepaald moment blijf je ergens bij hangen om de een of andere reden. En het was 50 jaar geleden dat er voor het eerst, ruim 50 jaar geleden, voor het eerst mensen op de maan landen. Ja. Het Apollo-project. Ja. Dat heeft wel heel veel indruk bij mij gemaakt. Dat is wel echt een aanzet geweest. Was dat 1969, ja. Neil Armstrong als eerste stap op de maan? Apollo 11. En toen, een paar jaar daarna, was er in het dorpje waar ik opgroeide een sterrenkijkavond. Waar je bij iemand op bezoek kon komen om door het telescoop te kijken. Toen was ik inmiddels 15. En toen keek ik door die telescoop naar de planeet Saturnus. En Saturnus is die planeet met die ring. Ja, ik was verkocht. Je weet niet wat je ziet. Zo mooi, omdat je weet, dit is niet een plaatje. Maar dit is echt een planeet daar, 1 miljard kilometer hier vandaan. En die zie ik in het echt. Dus vanaf dat moment was het mijn hobby. En ik ben een van de gelukkige mensen die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Nou, kan jij de planeten noemen, Govert, die dichtst bij de zon staan? Ja, want hier moet je wel even mee uitkijken. Dit is een heel leuk plaatje wat je hier ziet. Je ziet dat, even kijken waar mijn vinger is. Je ziet dat de zon gigantisch groot is. Veel groter dan de planeten in ons zonnestelsel. Dus de afmetingen kloppen op dit plaatje wel. En dan heb je hier een piepklein planeetje Mercurius. En dan Venus. En dan is dit de aarde. Ook nog echt onbeschrijfelijk klein. Bijna niet te zien. Daartussen zit nog Mars. Dan heb je een paar grotere planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Maar wat dit plaatje niet goed laat zien, dat zijn de afstanden tussen die planeten. Want ja, als ze zo dicht bij elkaar stonden, dan ja, hadden we bijna geen ruimteschepen nodig. De afstanden zijn veel groter. Ja, dus op deze schaal zou je deze planeetjes over een afstand van, nou, ik moet even inschatten, van een paar vele honderden meters moeten verdelen. Ja. Maar dan is het ook belangrijk om te weten hoe die planeten die draaien dus in banen om de zon. En hier zie je dan nog heel ver, wat zie je dan? Jupiter. Jupiter. Ja. En wij zitten dan in de derde baan om de zon. De derde baan. En dit is dus een plaatje waar de banen op de goede schaal staan. En dan zie je dat wij nog vrij dichtbij zijn. Ja. Jupiter staat al veel verder weg en die verdere planeten nog veel verder. Maar hier zijn de bolletjes weer veel te groot getekend. Ja. Je kan het nooit op één schaal doen. Dat lukt eigenlijk niet. Het is te ingewikkeld. Nou ja, het is een te groot verschil. Ja, en dan swipen, dan is ons, dan moet ik het goed zeggen, ons zonnestelsel zit in dit melkwegstelsel. En kan jij nu aanwijzen, want ik heb hier dan het melkwegstelsel, heb ik een plaatje ervan. Kan jij dan aanwijzen waar ons zonnestelsel zit? Nou, op dit plaatje. Ja, dan moet je even realiseren dat onze zon is eigenlijk gewoon inderdaad een ster. Ja. We zien hem groot, hij geeft veel licht omdat hij dichtbij zit. We draaien eromheen. Ja. De andere sterren die je 's nachts in de hemel ziet zijn allemaal andere zonnen. Misschien wel met hun eigen planeten. En die zitten met z'n allen in wat we dan het melkwegstelsel noemen. Ja. En moet ik erbij vertellen, dit is natuurlijk niet een foto van ons eigen melkwegstelsel. Want dit kunnen we niet nemen. Nee, want we zitten er zelf middenin. Ja. We kunnen niet even naar buiten. Nee. Maar er zijn foto's van zo'n ander melkwegstelsel. Als dit de onze zou zijn, een paar honderd miljard sterren, een paar honderd miljard zon, dan zitten wij hier ergens, een beetje in een rustige buitenwijk. Ja. Gebeurt niet zoveel bij ons in de buurt. Dus wat ik net liet zien, die zon met die planeten die daar allemaal omheen draaien, dat is een heel klein puntje. Precies. Hier ergens. Onmogelijk klein. En dan is dit melkwegstelsel waar wij in zitten. Daar zijn er dan ook zo'n slordige 100 miljard van. Hè? 100 miljard. Ja. Oké. Maar dan even. Want er gaan voortdurend sterren dood ook. Of sterven af. Ja, dus je hebt hier die miljoenen sterren die hier in ons melkwegstelsel zitten. Maar voortdurend sterven ook sterren af. En
Die zwaartekracht heeft een enorme, het is enorm krachtig, die sterren die slurpen dan van alles naar binnen. Kan je dat uitleggen, dat zwarte gat wat er ontstaat? Ja, je maakt nou een paar grote stappen ineens, Joan. Oké, maar jij doet de tussenstappen. Ja, ik doe de tussenstappen. Kijk, onze zon is een ster. Ja. Die is er niet altijd geweest. Die ster is ooit een keer ontstaan. Ja. Wij nu zeggen dan, hij is geboren. Het is natuurlijk geen levend organisme, maar dat is een mooie metafoor. Hè? De zon is ooit geboren, zo'n 4,5 miljard jaar geleden. Ja. Hij is nu halverwege zijn leeftijd. Hij heeft nog een slordige 5 miljard jaar te gaan. Ja. En dan zal hij langzamerhand uitdoven en afkoelen en aan het einde van zijn leven komen. Maar, nou heb je ook sterren die veel zwaarder zijn dan de zon. Veel meer gas, veel groter, veel helderder. Die hebben heel veel zwaartekracht. Als die aan het eind van hun leven komen, dan spatten ze uit elkaar. Dat noemen we een supernova-explosie. Ja. Dat is een enorme uitbarsting. En wat er dan van de kern van de ster overblijft, dat kan zo'n zwart gat worden. Okay. Een gebiedje waar heel veel zwaartekracht is, wat alles uit zijn omgeving opslokt en waar nooit meer iets uit de voorschijn kan komen. Dus die zwarte gaten die zitten in ons melkwegstelsel, want er zijn een heleboel sterren al dood gegaan. Die zwerven daar ook rond, dat klopt. Maar dan vind ik het zo bijzonder dat wij niet opgeslokt worden door zo'n zwart gat. Gelukkig maar. Maar hoe kan dat dan? Nou, omdat die afstanden zo onvoorstelbaar groot zijn. Je moet je voorstellen dat als onze zon, als we die zouden ineenschrompelen tot het formaat van een forse strandbal, dan is de aarde een piepklein kraaltje op, nou, misschien 10 meter of 100 meter afstand of zo. Enkele tientallen meters afstand. Onze zon is een strandbal. Dan is de dichtstbijzijnde ster, de dichtstbijzijnde volgende zon, is een strandbal in Nieuw-Zeeland. Zoveel ruimte zit daartussen. Okay. Als je dat doorgaat tot je 100 miljard, 300 miljard van die strandballen hebt, dan heb je ons melkwegstelsel, dat is al groter dan van hier tot de maan. Maar dus daarom hoeven wij ons daar niet zorgen over te maken. Nee, want toevallig is er vandaag bekendgemaakt dat er zo'n zwart gat ontdekt is op een afstand van slechts 1000 lichtjaar hier vandaan. En dat is hoe ver? Sterrenkundigen vinden dat heel dichtbij. Maar 1000 lichtjaar is 10 biljard kilometer. Oké, dus, daar hoeven we ons niet zo op. Nee, ik zou dat niet doen. Zijn zeker in deze tijd dingen op de wereld waar we ons veel meer zorgen over moeten maken dan de zwarte gaten in de kosmos. Maar dan nog iets fascinerends, want ze zijn er nu achtergekomen dat ons zonnestelsel 2 planeten heeft met een leefbaar oppervlak. En dat zijn de aarde en Mars. Maar Mars heeft geen atmosfeer. Als ik het goed begrijp is het er of bloedheet of ijskoud. En als er al water is, en dat hebben ze wel, dat wil ik ook nog even laten zien, want dat was een plaatje wat eigenlijk, dat is eigenlijk nieuws van net. Als er al water is, dan ligt dat heel erg onder het oppervlak. En ik wil even dit plaatje laten zien. Dus wetenschappers hebben ontdekt dat er beddingen van rivieren zijn waar ooit water is geweest. Dit is Mars. En Govert, jij hebt ook een bom van Mars. Ja, dat is leuk. Dit is de wereldbol van Mars. Ja. Net zoals je een aardbol hebt, is dit een globe van Mars. Met poolkappen op de Noord- en op de Zuidpool. Met donkere gebieden, met lichte gebieden. Ze hebben namen gekregen, er zijn kraters, net als op de maan. Maar één ding heel opvallend, Mars heeft dus geen zeeën, geen oceanen. Het is allemaal land, wat je hier ziet. Ja. En je zei het al, het is een onleefbare planeet nu. Want het is er gemiddeld zo'n 50 graden onder nul. Bijna geen atmosfeer. Het is er nooit heet hoor, op Mars. Het is bijna altijd stervenskoud. Geen magnetisch veld, geen bescherming tegen gevaarlijke straling. Dus het is een ongastvrije wereld. Maar het leuke is, die ontdekking waar je het net over had, die sluit helemaal aan bij wat er de afgelopen jaren is gevonden. Dat er heel veel aanwijzingen zijn dat er lang geleden wel water stroomde op die planeet. En als er ooit rivieren en zeeën en oceanen zijn geweest, dan moet het dus veel warmer zijn geweest op Mars. Dan was de dampkring dikker, dan hadden we hier een planeet die veel meer op de aarde leek dan nu. Maar want we zijn dus zo gefascineerd door Mars dat mensen er zelfs heen willen. Maar wat hebben wij daar te zoeken als mensheid? Waarom zijn wij zo bezig met die planeet? Ja, kijk, wij zijn ermee bezig natuurlijk omdat meer te weten komen over een andere planeet vertelt ook iets over die van ons.
En dat is een mooi voorbeeld daarvan. Stel, je bent een alien en je wil meer te weten komen over mensen. En je hebt maar één mens. Je hebt bijvoorbeeld alleen maar Joan om te bestuderen. Dan denk je, goh, is dit nou karakteristiek voor dit ene individu? Of is dit iets algemeen? Hebben alle mensen zulk half lang haar en van die mooie blauwe ogen? Of is het heel bijzonder dat dit ene individu twee ledematen heeft? Of is dat? En je ziet wel, aan één ding heb je niet genoeg. Je moet weten wat algemeen is en wat specifiek. En als wij de aarde beter willen begrijpen en het klimaat van de aarde en de ontwikkeling van de aarde, dan moet je hem goed kunnen vergelijken met andere planeten. Okay. En dan zie je de algemene processen. Dus daarom vindt de wetenschap Mars heel belangrijk. Ja, want we hebben dus dat, een NASA-wagentje op Mars. Ik moet echt NASA zeggen eigenlijk. Nee joh, NASA. En dat wagentje heet Curiosity. Ja. En heeft Curiosity nou voor al deze beelden gezorgd? Of is dat samen met telescoop Hubble? Ja, de Hubble-telescoop die maakt foto's van Mars van grote afstand. Want die draait in de baan om de aarde. Dus die moet tientallen miljoenen kilometers ver kijken. Maar dat kan niet gelukkig goed. Ja. Maar daarnaast draaien er een heleboel kunstmanen om Mars heen. Die foto's maken van het oppervlak van buitenaf. Die Amerikanen hebben meerdere karretjes op Mars gehad. Curiosity is op dit moment de enige die nog werkt. Maar er zijn er geweest die het 14 jaar lang hebben gedaan. Komende zomer gaat er een nieuw Amerikaans karretje op pad. De Europeanen gaan er over een paar jaar heen. Dus er zijn een heleboel ruimteschepjes die er onderzoek aan doen. Maar wat concreet hebben wij nou geleerd van Mars? Wat voor de aarde echt heel belangrijk is? Ja, goede vraag. Misschien moet ik het breder trekken. Een duidelijker voorbeeld is als je Mars vergelijkt met de aarde en vergelijkt met Venus, een derde planeet in ons zonnestelsel, die dichter bij de zon staat dan de aarde. En dan zie je hoe belangrijk temperatuur van invloed kan zijn op een klimaat. Waar de aarde iedere keer een beetje netjes op de grens van aangename temperatuur is gebleven door die wisselwerking van zonlicht en de planeeteigenschappen zelf, is het bij Mars fout gegaan. Mars had ooit een dikkere dampkring, oceanen, maar hij stond ver van de zon. Het is een klein planeetje, hij is sneller afgekoeld. Alles is, water is bevroren of verdwenen, onleefbare planeet geworden. Venus, dichter bij de zon, was veel heter. Daar is het broeikaseffect compleet op hol geslagen. En op Venus is het 500 graden. Okay. En als je die planeten naast elkaar zet en vergelijkt, dan kun je ook je modelberekeningen over het klimaat kun je ook toetsen aan andere werelden. En dan snap je beter hoe je ze kan toepassen op onze eigen planeet. En je snapt ook beter hoe kwetsbaar ze zijn. Ja. Ja. Dus wij leren heel veel over ons eigen klimaat door wat er bij andere planeten mis is gegaan. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk kun je dat zeggen. Ja. En dan zei je ook nog van waar die fascinatie met Mars, wat hebben we er te zoeken? En dat is een heel ander verhaal. Want er zijn natuurlijk mensen die nu nadenken en plannen maken van, oh, we gaan landen op Mars en we gaan een kolonie daar stichten en we gaan later steden bouwen op Mars. En ik zal heel eerlijk zijn, daar begrijp ik helemaal niets van. Nee. Want Mars, ik bedoel, de Zuidpool van de aarde of de top van de Mount Everest of de bodem van de Marianentrog, dat zijn paradijselijke werelden vergeleken bij Mars. Het is een bespottelijk idee dat je daar, wie wil dat? Ja. En hoe zou het kunnen? Ja. Dus dat vind ik echt een bizar idee. Er zullen heus wel een keer in de toekomst bemande ruimtevluchten naar Mars gaan. Dat de astronauten even een beetje rond lopen te schoffelen en dan weer terugvliegen. Net zoals we dat 50 jaar geleden bij de maan hebben gedaan. Maar er is toch ook geen stad op de maan? Nee. Dus ik geloof dat niet zo. Nee. Mars is interessant voor de wetenschap. Ja. Maar niet als plek om naartoe lijkt te gaan. Lijkt mij ook. Maar wat natuurlijk, want als we nou hebben over Mars en over mogelijk leven, dan is natuurlijk de grote fascinatie van iedereen, hè, als we nou toch al die planeten gaan bezoeken en gaan bestuderen, hoe groot is de kans op ontdekking van buitenaards leven? Want volgens de wetenschap zijn er drie dingen voor nodig. Je hebt water nodig, energie en organisch materiaal. Wat hebben wij nou op andere planeten gevonden waardoor je kan zeggen, daar zou leven kunnen ontstaan? Ja, goh, jij gaat wel met grote stappen door mijn vakgebied heen. Ja, maar we willen heel veel in een uur kloppen. Ja. Nou, we zijn lekker bezig, denk ik. Mag ik er iets meer over vertellen? Ja, graag. Kijk, wij hebben
een planeet, onze planeet Aarde. En daar is leven op ontstaan. Dat is er niet altijd geweest. Toen de aarde ontstond, was dit door allerlei botsende hemellichamen een hele hete, gesmolten planeet, kon er niets leven. Dus het is een keer begonnen. Niemand weet hoe. We weten niet, er was niemand bij, we weten niet hoe het leven is ontstaan, maar het is gebeurd. En dat is een interessant gegeven. Dat klinkt raar, maar het feit dat hier leven is ontstaan, betekent dat wij dus in een heelal leven, waarin leven kan ontstaan. Ja. Het is niet een onmogelijk iets, het is gebeurd. Als je dan weet hoe groot het heelal is, hoeveel sterren er zijn, hoeveel van die sterrenstelsels, hoeveel planeten die op de aarde lijken, die zijn ook bij bosjes gevonden, het wemelt van de planeten bij de andere sterren, en je rekent dat uit, dan zijn er alleen in ons melkwegstelsel al zo'n 20 miljard planeten naar schatting om en nabij, die veel op de aarde lijken. Dan hebben we 100 miljard van die sterrenstelsels, nou reken maar uit hoeveel planeten je dan hebt. We weten dat er leven kan ontstaan. Het heelal bestaat al miljarden jaren. Dan is het een bizar idee om te denken dat het maar één keer gebeurd is. Ja. Iets wat kan, ja. Dat moet ook vaker gebeuren. Maar, interessant wat je zegt, van, er zijn dus best wel veel planeten die op de aarde lijken. Maar hoe weten wij dat? Want hebben wij dan zoveel zicht op andere sterrenstelsels dat we kunnen zien van, hé, dat zou iets kunnen zijn wat heel veel op ons, onze planeet lijkt? Ja, op andere sterren. Bij andere sterren zijn, ja, met ingewikkelde technieken, als we over binnen een uur klaar moeten zijn, gaan we dat niet allemaal redden. Maar er is ontdekt dat daar ook planeten omheen draaien. En als je van een planeet erachter kunt komen, dat is gelukt, dat die qua afmetingen ongeveer even groot is als de aarde. En dat die qua massa, qua hoeveel materiaal, dat die ook vergelijkbaar is met de aarde, dan weet je dat die uit hetzelfde spul moet bestaan als de aarde. Dus dan heb je een planeet die ook een kern van metalen heeft, net zoals wij, en een mantel van gesteente. En ja, we weten dat er in het heelal heel veel waterstof en zuurstof voorkomt, dus makkelijk water kom je ook overal tegen. Dus op zo'n planeet, daar zou, als die een dampkring heeft, zou waarschijnlijk wel water zijn. Dus ja, dan heb je een planeet die op die van ons lijkt. Niet dat daar ook Noord-Amerika en Zuid-Amerika liggen en zo. Zo hoeft het niet. Maar wel een planeet met gebergtevorming en vulkanisme en oceanen en stranden en poolkappen. Maar wij zijn al zover dat we hebben al zulke verfijnde apparatuur dat we dat kunnen zien. Nee, we kunnen het niet zien, maar afleiden. Okay. Maar daar is geen twijfel over. Maar nou terug naar je vraag. Wat is er nodig voor leven? Nou, we hebben planeten nodig. Want leven heeft, jij noemde al energie. Leven kan niet zonder energie. Sterren zijn de bronnen van energie in ons heelal. Dus je moet in de buurt van een ster zijn. Ja. Niet op een ster, want dan vallen alle ingewikkelde moleculen uit elkaar door de enorme hitte. Dan verbrandt alles. Maar wel in de buurt. Als je zomaar in de buurt van een ster in de lege ruimte zweeft, ja, dan is er allemaal gevaarlijke kosmische straling en vacuüm en lege en gekke dingen. Er kan geen leven ontstaan. Dus je moet een bescherming hebben tegen de gevaren van het heelal. Dat is de atmosfeer. In de buurt van een ster. Nou, dan hebben we het over een planeet met een dampkring en een magnetisch veld. Dus we weten nu dat die planeten die zijn. Dan noem je al de organische materie, de organische bouwstenen. Dat zijn eigenlijk verbindingen met koolstof erin. Daar is ons hele leven op gebaseerd. En dan zou je denken, ja, moet het altijd zo? Kan het niet anders? Moet het elders in zo'n rol? Ja, waarschijnlijk wel. Want als je in het geval gaat rondkijken en je gaat op zoek naar ingewikkelde moleculen, die zijn gevonden met telescopen, dan zijn dat allemaal moleculen met koolstof erin. Er is gewoon heel veel koolstof in het heelal. Van koolstof kun je makkelijk complexe moleculen maken. Het wemelt in de kosmos van de organische koolstofhoudende moleculen. Dus die zijn er ook. Hoe die op aarde tot leven zijn gekomen, dat weten we niet. Maar het is gebeurd hier, dus dat zou ergens anders ook kunnen gebeuren. En dan dat derde punt, dat is water. En daarvan vragen mensen me heel vaak, ja, maar dat is toch oogkleppen ideeën. Dan zeggen sterrenkundigen, ja, dan moet een planeet met water. Waarom zou dat per se moeten? Kan het niet anders? Nou, waarschijnlijk niet. Want je wil dat die organische moleculen waar het mee begint, die moeten met elkaar kunnen reageren om die eerste levende cel te maken. Ja. Dus er moet scheikunde plaatsvinden. Nou, als jij moleculen in een dampkring laat bewegen, dat is heel ijl. Die komen elkaar niet tegen. In onze atmosfeer vindt geen scheikunde plaats. Als die moleculen stevig vastzitten in een stuk gesteente,
Dan bewegen ze niet, komen ze elkaar ook mooi tegen, heb je ook geen scheikunde. Maar als ze opgelost zijn in vloeistof, zoals een oceaan, dan kunnen ze makkelijk bewegen, ze kunnen elkaar tegenkomen, de dichtheid is hoog, er zijn veel ontmoetingen, er vinden scheikundige reacties plaats en dan kan het leven ontstaan. Moet die vloeistof water zijn? Nou, moet niet per se, maar water is nou eenmaal wel de meest voorkomende vloeistof in het heelal. Ja. Dus wij denken dat hoe het hier op aarde is gebeurd, dat dat geen uitzondering is, maar dat dat een hele normale gang van zaken is. En als je ergens anders een planeet zou hebben met oceanen, nou, daar wemelt het waarschijnlijk van, want we vinden planeten die op de aarde lijken. Dan komen daar ook die organische bouwstenen uit de kosmos op terecht, net zoals ze bij ons hier langzaam zeker naar beneden geregend zijn, hoe dan ook. En ja, de reacties die hier konden plaatsvinden, kan ergens anders ook. Ja, dus het is eigenlijk heel... Het zou heel logisch zijn als er ergens anders ook leven is op een planeet. Het zou bizar zijn als het maar op één plek, op één moment is ontstaan in het heelal. Maar even dan science fiction, hè? Spannend. NASA heeft vorige week een filmpje vrijgegeven van een unidentified object. Dat zo snel boven de oceaan scheerde dat zelfs de piloten die het object filmden het niet konden geloven. Hè? En dat zijn van die mooie verhalen dat je dan denkt van, is er toch iemand op zoek naar ons? Hè? Dat hoop je dan. Zijn wij ook belangrijk dan? Maar wat roept zo'n bericht bij jou op? Want die piloten, ik heb dat filmpje gekeken, en die piloten waren oprecht, waren ze echt verbijsterd over wat ze zagen. Ze waren heel erg opgewonden. Hier kan ik zoveel over vertellen. Laten we eerst eens beginnen met te zeggen, ik denk elke wetenschapper, wat ik net zei, die zou het bizar vinden als er maar op één plaats in het heelal leven is ontstaan. Maar leven, dan hebben we het over de eerste levende cellen, micro-organismen. Dan hebben we het niet meteen over groene mannetjes of ingewikkelde levensvormen. Er zat op aarde, het leven is 3,5 miljard jaar geleden ontstaan. En 3,5 miljard jaar min één oogwenk was dat heel simpele levensvormen. En toevallig in de laatste fractie van een seconde van die evolutie van het leven, is het zo ontwikkeld dat wij er nu ook zijn. Dus dat is helemaal niet gezegd dat dat altijd zo gebeurt. Dus vanaf de stap van, is er ergens anders leven ontstaan, naar buitenaardse ruimteschepen, is nogal een stap, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan ga je naar die UFO's, de Unidentified Flying Objects. Ja, dat is een beetje raar dat als jij iets ziet waarvan je niet weet wat het is. Je kijkt naar de hemel, je ziet iets aan de overdag of 's nachts aan de sterrenhemel. Je hebt geen idee, je komt er niet zo snel achter. Je hebt dus een raadsel, je weet het niet. Om dan te zeggen, oh, maar dan zijn het waarschijnlijk buitenaardse wezens in een ruimteschip die op bezoek komen. Dat is een krankzinnige grote gekke stap, dus dat slaat nergens op. Je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen, ik zie iets waarvan ik op dit moment nog niet weet wat het is. Dat is heel interessant, want daar kun je onderzoek aan gaan doen. En dan zegt hij dan, ja, maar het waren straaljagerpiloten van het Amerikaanse leger. En dan denk ik, ja, nou en? Er zijn voorbeelden van straaljagerpiloten die hebben UFO-meldingen gedaan. Dan gingen ze kijken, was het de planeet Venus? Ja. En er zijn voorbeelden van astronauten die rare dingen buiten het ruimteschip hebben gezien. En dat waren gloeiende stukjes van het ruimteschip tijdens de terugkeer in de aardse dampkring. Dus iemands beroep zegt niets over hoe goed je kan inschatten. Maar jij als wetenschapsjournalist, jij leest natuurlijk veel vakliteratuur en ook van wetenschappers die hier misschien echt heel intensief mee bezig zijn. Zijn er toch wetenschappers die jij heel hoog hebt zitten, waarvan jij zegt, nou, die hebben wel heel veel kennis over alles, die erin durven te geloven dat misschien toch... dat we misschien daar ooit een ontdekking in doen? Of zeg jij, als je echt met mensen praat die er veel van weten, dan hebben ze daar toch weinig vertrouwen in? Nu komen we op een beetje glibberig terrein. Als je praat met mensen die er echt veel van weten, dan denk ik dat er eigenlijk niemand is die de stap wil maken van, hé, ik zie iets waarvan ik niet weet wat het is, dus dat zijn waarschijnlijk buitenaards wezens die naar buiten schieten. Die stap, dat is zo onwetenschappelijk gedacht, dat slaat echt nergens op. Nee. Dan komt de volgende vraag. Zijn er mensen die denken dat er op andere planeten intelligent leven zich kan hebben ontwikkeld? Oh ja, die zijn er. Want het is hier ook gebeurd. En ik zei eerder al, alles wat kan gebeuren, zal in zo'n groot heelal, wat zo lang bestaat, best wel vaker dan één keer gebeuren.
Ja. Misschien is het ontstaan van intelligent leven veel zeldzamer dan van leven in de algemeenheid. Dus het zal misschien niet zo vaak gebeurd zijn. En misschien is het toch net anders dan wij, zodat ze geen ruimteschepen bouwen en niet op ons lijken of zo. Maar die, ja, die zullen er best kunnen zijn. Hebben wij ooit bezoek gehad, zullen wij ooit bezoek krijgen van bezoekers van buiten de aarde? Ik ken heel weinig mensen die daar serieus rekening mee houden. Maar de echte wetenschapper zegt natuurlijk, ja, zeg nooit nooit, want je weet het niet. Nee, jammer. Nee, leuk! nee, leuk, maar jammer dat er niet iets meer hoop is dat we dit nog gaan meemaken in ons leven. Ik wil even terug naar dat universum, hè, want ik had laatst een filmpje gezien en om even aan te geven dat universum, hoe groot dat is, je moet eigenlijk een ballon voor je zien met sterrenstelsels daarop. En die ballon wordt steeds groter en groter. Dat universum is zichzelf aan het vergroten de hele tijd. En die sterrenstelsels, die blijven hetzelfde, maar die komen steeds verder van elkaar af te staan. Omdat ook bij een ballon met stippen, als je die opblaast. Mm-hmm. Maar wat is dat voor een proces? En is bijvoorbeeld Einstein de man die dat proces heeft ontdekt? Ja, dan heb je het over de uitdijing van het heelal. En misschien eerst even proberen om jouw voorbeeld nog wat inzichtelijker te maken. Dat voorbeeld van die ballon is best heel leuk, maar het is ook een beetje tricky, want je bent heel gauw geneigd om te denken dat die ballon, die buitenkant dat dan soort de rand van ons heelal is, en dat het opblazen van het ballon betekent het heelal wordt groter. En daar gaat de vergelijking een beetje mank. Een leukere vergelijking is eigenlijk als je denkt aan een rozijnencake die je in de oven zet. In dat deeg, daar zitten allemaal krentjes en rozijntjes. In de oven begint het deeg uit te dijen. Hij begint groter te worden. Laten we maar even overdreven doen. Alles wordt 10 keer zo groot of zo. Dan zitten die krentjes, die zitten op steeds grotere onderlinge afstanden. Door die hele ruimte heen. Hè? Dus bij die ballon zou je ook eigenlijk moeten voorstellen dat die helemaal gevuld is. Dus probeer het idee van dat reizende rozijnendeeg in gedachten te houden. En dan zie je ook dat de uitdijing van het heelal, dat eigenlijk het opzwellen, het uitdijen van de lege ruimte is. Van dat deeg wat daartussen zit. Van alles, die lege ruimte tussen die sterrenstelsels, die wordt steeds groter. En dan jouw vraag, heeft dat met Einstein te maken? Ja, alles. En daar zit een grappige anekdote aan. Want Albert Einstein die kwam met zijn relativiteitstheorie achter die formules waarmee hij ook het heelal kon beschrijven. Ik zeg het even een beetje kort door de bocht. En toen zag hij in die formules dat die formules vertelden hem eigenlijk dat heelal moest uitdijen of moest inkrimpen. En dat vond hij zo'n krankzinnige gedachte dat hij heeft gezegd, dat kan niet waar zijn. Ik moet de formules een beetje aanpassen zodat het heelal gewoon kan blijven zoals het altijd is. Want daar ging iedereen toen van uit. 10 jaar later werd de uitdijing van het heelal ontdekt. En toen heeft Einstein moeten toegeven, ja, dat grommel van mij en mijn eigen formules, dat sloeg nergens op. Ze waren eigenlijk goed, ze voorspelden het eigenlijk prima en nu is het gevonden. Dus je kan Einstein niet de ontdekker noemen. Het is echt ontdekt door het heelal zelf te bestuderen. Je kunt die uitdijing meten, je kunt hem opmeten. Maar het heeft wel alles mee te maken. Als je het echt goed wil begrijpen, moet je die relativiteitstheorie gaan bestuderen. En dat is een beetje een... Nee, dat gaat ver. Ja, dat gaat ver. Nee, maar nu zijn we even heel groot uitgezoomd. Niemand weet waar het naartoe gaat met het uitdijen van dat heelal. Nee. Dat weten we niet. We weten al niet waar het op aarde met de coronacrisis naartoe gaat. Joh. Nee, nou, en dat Hoe is zouden dan... we ooit de uitdijing van het heelal kunnen En ik wil het woord niet noemen, maar jij hebt het genoemd, Govert. Dan gaan we nu even weer even terug naar onze eigen aarde met onze atmosfeer. En dan wil ik toch van jou graag weten, wat is de invloed op de crisis, hè, de tot stilstandkoming van onze economie, op die atmosfeer? Zit er ook nog iets gunstigs aan deze crisis? Als je kijkt naar de atmosfeer, heb je daar... Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, hè? Zei onze beroemde Amsterdammer. Ik wil niet de ellende van de coronacrisis gaan bagatelliseren, maar er zijn satellieten die in een baan om de aarde draaien om onze atmosfeer in de gaten te houden en met name de verontreiniging door stikstofoxide. En andere vormen van luchtverontreiniging, die brengen ze netjes in kaart. En als je die metingen van nu vergelijkt met de metingen van een half jaar geleden, dan weet je niet wat je ziet. De lucht is veel schoner. De industriegebieden
het Ruhrgebied, de Randstad, Noord-Italië, Verenigde Staten, China helemaal. Al die vervuilde vlekken op onze planeet, die zijn aan het zinken, die zijn aan het krimpen. Dus dat is mooi. Er is een ander mooi iets wat ik zelf heel erg leuk vind. Ik zie nu weer hier naar buiten te kijken naar een strak, kraakheldere, strak blauwe lucht. En die hebben we de afgelopen weken heel veel gezien. We hebben ook geluk met het weer, want er hadden ook gewoon wolken kunnen zijn natuurlijk. Kon je niet zien. Dus het zijn mooie, heldere avonden. Maar het is in lange tijd niet zo schoon geweest boven ons hoofd. Dus de dampkring is heel schoon. Komt misschien ook omdat er niet gevlogen wordt. Al die condensstrepen van vliegtuigen die verspreiden zich in de loop van de tijd. Dat is vocht in de atmosfeer. We hebben nu een kurkdroge luchtlaag boven ons. Dus de sterrenhemel is mooier dan ooit waarneembaar. Ga vanavond maar weer kijken. Na zonsondergang zie je in het westen die hele heldere pit van licht staan. Dat is de planeet Venus, waar we het eerder over hebben gehad. Je ziet later op de avond de maan tevoorschijn komen. Het is bijna volle maan. Schitterend om allemaal te zien. En we zien het beter dan ooit. Dus dat is ook een voordeel. Dus in die zin is er een gunstige invloed op ons milieu. Ja. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat wij ons daarmee rijk moeten rekenen. Ik mag hopen dat de economie binnen afzienbare termijn weer op gang komt. En helaas, en dat hebben we echt nodig. En helaas heeft dat een aantal nadelige consequenties. Ik vrees dat er wel weer condensstrepen zich maar eigenlijk krijgt onze dampkring, die krijgt gewoon even een pauze eigenlijk. Een soort van herstelpauze. Ja, ik weet niet of je dat echt zo sterk kan zeggen hoor. Dat vind ik moeilijk. Er zijn zoveel factoren die daar een rol bij spelen. Ik denk dat wij misschien als mensheid even een herstelpauze krijgen. En misschien gaan denken, toch wel bijzonder, zo'n schone dampkring. Zouden we daar ook, als de crisis over is, niet toch een stapje harder ons best voor moeten doen? Ja. Ik mag hopen dat de plannen die er in Europa zijn om het bezweren van de coronacrisis samen te laten gaan met het werk aan de Green Deal, dat handen en voeten gaat krijgen. Ja. Als je nou toch alles opnieuw moet gaan doen, hebben we hier misschien wel een goede reminder van, jongens, het is wel erg de verkeerde kant op gegaan de afgelopen tijd. Ja, ja, ja. Maar dit is dan heel fijn, een positief nieuwtje. Nog heel even één ding en dan wil ik overgaan tot vragen van mensen die zitten te kijken. Want we hebben de dampkring, maar buiten die dampkring hebben we te maken met ongelooflijk veel ruimteafval. Hè? Er zijn nu 500.000 stukken afval in de ruimte. Ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe gevaarlijk is dat? En is het wel een goed idee dat we nu ook allemaal particuliere reizen aan het organiseren zijn om naar die ruimte toe te gaan? Hè? De Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson. Ja. Hè, ze willen allemaal voor heel veel geld mensen naar de ruimte schieten. Moeten we dat eigenlijk wel willen? Ja. Dus twee vragen. Welke zal ik eerst doen? De afval. jij had het over 500.000 stukken ruimteafval. Het ligt er een beetje aan hoe je telt. De draaiende baan om de aarde draait door hele kleine verfflintertjes die van een ruimtecapsule af zijn geërodeerd en gebladderd en zo. Als je al dat kleine spul meetelt, kom je aan een heel groot aantal. En het heeft een risico, want die worden nergens door tegengehouden, want er is geen lucht in de ruimte. Dus die vliegen met een hoge snelheid in de baan om de aarde. En als ik een astronaut ben en ik ben in een ruimtewandeling bij het ruimtestation bezig en er komt een klein deeltje van een millimeter groot met 8 km per seconde in mijn ruimtepak terecht, dat is niet fijn. Dus ja, het is een risico. Maar als je het alleen naar de echte grote brokstukken kijkt, is het minder ernstig. Het is ook minder ernstig als je weet hoeveel ruimte er in een baan om de aarde is. Als wij, zelfs als je 500.000 stukjes afval gaat verdelen over het hele aardoppervlak, moet je maar uit gaan rekenen, dan ligt, en eentje ligt er hier, dan ligt de eerstvolgende ligt tientallen kilometers hier vandaan. De aarde is best groot. In de ruimte hebben we dan ook nog de derde dimensie erbij. Ja. Dus er is veel ruimte. Het is vervuiling, dat is helemaal waar. En ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn. En daar wordt ook wel aan gewerkt. Er wordt zorgvuldiger naar gekeken dan in het verleden, maar nog lang niet genoeg. En er komt natuurlijk steeds meer bij. Dat is helemaal waar. Het is een probleem. En dan heb je het over dat ruimtetoerisme. Hè. Dat moeten wij wel ook rijke mensen in een baan op de aarde schieten om terug te kunnen kijken naar onze planeet. En ja, dan komen ze ook hopelijk ook weer veilig terug op aarde. Ja, ik weet het niet. Zal ik eens wat eerlijk vertellen? Graag. Als ze mij zo'n tripje gratis zouden aanbieden,
dan zou ik morgen gaan. Ja, dat lijkt me de meest fantastische ervaring. Ja. En nu is het veel te duur, want je kan er nu voor gaan boeken en over een paar jaar wordt het mogelijk. En dan kost het minstens een paar ton of zo voor een paar minuutjes gewichtloosheid. Dus dat heb ik niet. Maar als het net zo gaat als met de luchtvaart, ja, en dat wordt uiteindelijk betaalbaarder en zit er een economisch model achter en het wordt, en het komt voor een bedrag binnen je bereik van, wat nou zeggen, 5.000, 10.000 euro. Ja, dan kan ik wel zeggen, dat moeten we niet willen, maar dan ga ik daar wel een keer mijn vakantiegeld aan besteden. Ja, en dan gaat het gewoon gebeuren. En dit gaat, vrees ik, gewoon gebeuren. En ja, ik heb het ook wel vergeleken met, we hadden net over een lucht zonder condensstrepen. Dat vinden wij nu heel bijzonder, hè? Een half jaar geleden vonden wij het niet heel raar dat daar al die vliegtuigstrepen in de lucht waren. Maar als je 100 jaar geleden tegen iemand had gezegd dat wij in 2020 in een wereld leven waarin we het helemaal willen dat de hele tijd vliegtuigen over ons hoofd langs trekken, dan hadden ze gezegd, ja, maar dat moeten we niet willen. Want waar gaan we? En misschien hadden ze wel gelijk. Maar ja, sommige dingen gaan gewoon ja, zo. Ja, kunnen we niet tegenhouden. Ik ben daar misschien een beetje pragmatisch in. Ja. Er zal ruimtetoerisme gaan komen. Er zal ooit een keer een vorm voor gevonden worden. Misschien gaat het niet zo snel groot worden als de Elon Musks en de Jeff Bezos'en en de Richard Branson's van deze wereld hopen. Want er zitten een heleboel haken en ogen aan. Het is kostbaar en gevaarlijk. En er zullen ongelukken gebeuren. Dus het kan nog wel een traag proces zijn. Ja. Maar ja, ik denk dat die ruimte satelliet vrij krijgen, dat is een... En dat moeten we trouwens ook niet willen. Want dankzij die satellieten kunnen wij dit soort online dingen doen. Zeker. Hebben wij in de coronacrisis nog een beetje de mogelijkheid om ons werk te blijven doen via internet. Dankzij satellieten weten we hoe ernstig het gesteld is met de vervuiling op aarde. En kunnen we dat goed in beeld brengen. Dankzij satellieten zien wij tropische orkanen aankomen. En kunnen mensen zich daartegen wapenen. Kunnen kuststeden geëvacueerd worden. Dat heeft al 100.000 mensenlevens gered. Hoeveel satellieten zijn er nu, in de, denk jij, ongeveer? Er zijn een paar duizend operationele satellieten, die gewoon goed hun werk doen. Er zitten militaire satellieten bij, weersatellieten, wetenschappelijke kunstmanen, communicatiesatellieten, noem het maar op. Ik zeg het even uit mijn hoofd, in de orde van 2.000 à 3.000. En dan zijn er een paar duizend die ooit gelanceerd hebben, het goed hebben gedaan en nu niet meer werken. Ja, ja, ja. Maar die draaien daar nog steeds. Ja. En die satellieten, nog even voor mijn begrip, is dat allemaal in handen van Amerika, Rusland, China, de grootmachten? Of kan iedereen zelf een satelliet zomaar eruit doen? Nou, niet iedereen heeft de technologie en de raketten om dat zelf te lanceren. Maar er zijn heel veel landen die hun eigen communicatiesatelliet hebben gebouwd en ontwikkeld voor hun eigen doel. En die dan een raketlancering kopen bij Rusland of bij de ESA of bij de NASA of in Japan of waar dan ook. En dan kun je gewoon een vlucht boeken en je satelliet laten lanceren. Ja. Dus als je kijkt naar hoeveel landen er zijn die satellieten hebben ontwikkeld, dat zijn er denk ik wel al enkele tientallen inmiddels. Zeker wel in de richting van de 20 of zo. En de landen die het hele traject kunnen beheersen, hun eigen raketten bouwen, hun eigen satellieten, alles in de baan om de aarde brengen, zelf wetenschappelijk onderzoek doen, dan heb je het over de Verenigde Staten, Europa als geheel, China, Japan, India, nog een paar landen erbij. Ja, dus dat is heel beperkt. Dat zijn er misschien, dat zijn er nog geen 10. Ja. Pam, hebben we interessante vragen? Geen één. Nou, jongens! Is er nog iemand? Ja, dat is er zeker. Maar zeker een gezellige groep mensen, maar we hebben geen vragen. Oké, dan heb ik nog wel een vraag aan jou. Want ik had een reservevraag, maar die is wel een beetje ingewikkelder. Want dat vinden we denk ik allemaal interessant, maar is wel ingewikkeld. Namelijk, hoe zit dat met die lichtjaren? Want wij zijn dus vanuit ons, vanuit ons zonnestelsel zijn we voortdurend sterren aan het bekijken. Mm-hmm. Maar die sterren, dat zijn eigenlijk, dat licht van die sterren wat wij zien, dat heeft er lichtjaren over gedaan om ons te bereiken.
Dus met andere woorden, wij kijken in de historie. En dat vind ik zo heel ingewikkeld. Ja. Wij kijken in de historie. Dus de foto's die wij nemen van de ruimte zijn eigenlijk foto's van de historie. Ja, ja, dat is een grappig idee. En een grappig effect. En je kunt het vergelijken met... Stel, jij was vroeger zat je op een onbewoond eiland. En je had een aantal postduiven. En daarmee kon je communiceren met mensen elders op de wereld. Die postduiven doen er een tijd over om bij jou te komen. Dus iemand die één eilandje verderop zit en een brief stuurt, die vandaag aankomt, en hij beschrijft hoe het daar is, dan lees jij hoe het daar één dag geleden was. Want zo lang is die brief onderweg geweest. Maar iemand in China, die schrijft hoe het bij hem daar is, die postduiven doet er misschien wel 2 weken over. En als je die brief leest, dan lees je hoe het daar 2 weken geleden was. Ja. Dat is oud nieuws. Ja, ja. Nou, dat is met licht ook. Want het licht gaat niet van... In een oogwenk van een ster naar hier. Licht gaat heel snel, 300.000 kilometer in 1 seconde. Maar je hoorde ook al, die afstanden zijn groot. Dus dat licht doet er vele jaren over om op aarde aan te komen. Dus dat licht vergelijk jij met de brief van die postduif? Ja, okay. Dus dat licht is onderweg. Dat licht bevat de informatie, dat is de inhoud van de brief. Want dat is eigenlijk, hoe ziet de ster er nu uit? Dat licht vertelt ons dat. Maar dat licht heeft jaren nodig om hier op aarde aan te komen. Dus als jij vannacht naar een ster kijkt en je denkt, goh, die ster staat er mooi bij, die ziet er zo uit zoals ik hem nu zie. Nee, die ster die zie je zoals die er misschien 50 of 100 of 1000 jaar geleden uitzag. Bij sterren maakt dat niks uit, want die ster die verandert zo langzaam, die is vandaag en morgen en over 100 jaar is dat in grote lijnen wel hetzelfde. Maar ga je naar andere sterrenstelsels, zoals dat Melkwegstelsel van ons, en dat licht is misschien wel een paar miljard jaar onderweg geweest voordat het hier komt. En dan kijk je dus een paar miljard jaar terug in de tijd. En dan kun je zeggen, wat onhandig, want dan zien we niet hoe het is. Nee, zeggen sterrenkundigen, wat fantastisch. Want als we willen weten hoe het er al nu is, kijken we gewoon om ons heen. Dat kunnen we hier wel zien. Maar nu kunnen we ook kijken hoe het er al vroeger uitzag. Hoeven we alleen maar heel ver te kijken, waar we heel ver terugkijken in de tijd, en we zijn klaar. Dus je kunt niet alleen de enorme ruimte bestuderen, maar je kunt ook de enorme tijd en de evolutie van het heelal waarnemen. Dat is een fantastisch cadeautje. Ja, maar wat brengt ons dat? Want als je nou dat licht van die sterren, misschien zijn die sterren al lang dood, want het licht van zo'n supernova heeft ons dan nog niet bereikt. Ja, klopt. Maar wat hebben wij daar wetenschappelijk aan? Of is het gewoon leuk? Nou, gewoon een heleboel dingen zijn natuurlijk voor de wetenschap vooral gewoon leuk. Okay. Wetenschap drijft op onze menselijke aangeboren drang om dingen te willen begrijpen. En waarom wil je iets begrijpen? Omdat dat leuk is. Kennis vermeerderen en dingen snappen, dat willen wij graag. Dat is nieuwsgierigheid. Hebben wij iets aan het bestuderen van die verre sterrenstelsels? Nou, binnenkort zie ik daar niet een praktische toepassing van. Nee. Nee, het is niet zo dat we daar nou het fileprobleem of de coronacrisis mee kunnen oplossen. Maar het is wel misschien wel een veel fundamenteler aspect van ons mens zijn. En ik vergelijk het wel eens met, hebben wij iets aan schilderkunst, behalve dat we dat heel plezierig vinden om te beoefenen of om van het resultaat te genieten. Nee, daar los je ook niks mee op hier op aarde. Maar we zijn wel blij dat het er is. Ja, want het hoort bij ons mens zijn. Ja. En ik denk dat wij allemaal, en dat geldt voor de wetenschappers, moeten dat iets meer gaan leren over de beelden of over de kunsten. En de kunstenaars moeten dat iets meer leren over de wetenschappers. We moeten snappen dat al die aspecten allemaal onlosmakelijk deel zijn van wie wij zijn. En het zou zonde zijn als we alleen maar vinden dat wie wij zijn, dat ertoe doet als we daar meteen een praktische invulling van hebben. We mogen ook gewoon zijn en nieuwsgierig zijn en onze kennis vermeerderen. Dat en is van ook de schoonheid genieten die we zelf maken. En de ook van de schoonheid genieten waar we deel van uitmaken. Van de schoonheid van de kosmos. Want dat is het. Hè? Wij zijn eigenlijk een soort kunst. Wij zijn een soort sterrenstof. Dat zit in ons. Ja, wij zijn wij zijn deel van de kosmos. Een penseelstreekje op dat kosmische canvas. Ja. Dat zijn wij eigenlijk. Ja. En dat is fantastisch. Als je als korreltje verf het schilderij kunt gaan bestuderen waar je deel van uitmaakt. Ja, ja.
Prachtig. Ik vind dit een mooie afsluiting, want we zijn ook... Het is bijna 7:10. 7:10, nee. Ik wil nog één laatste vraag, geloof ik. Ja, ik kan nog uren met je praten, maar ik weet dat mensen straks weer naar Mark Rutte willen luisteren. Oh ja. Maar ik wil nog één vraag. Wat echt is sterrenkundigen en mensen bij NASA en ons eigen onderzoeksinstituut in Europa... Waar zijn die nu op dit moment op gefocust? Kan ik een vraag stellen? Oh, heel graag! Ja, ik vroeg me af, als je uitgaat van de Big Bang, of dan de straling die daarbij ontstaan is, als je die kan meten aan de randen van het heelal, of die straling dan divergeert, dus of die uit elkaar gaat, vroeg ik me af. Ja, dat is een leuke vraag, maar dat is een beetje moeilijk om je dat voor te stellen, want die straling van de oerknal... De oerknal was de periode dat het heelal heel heet was. Een hoge dichtheid, een hoge temperatuur. Er werd heel veel energie geproduceerd. Die is alle kanten op door het heelal gaan zwermen. Dus die vult eigenlijk de hele ruimte, die straling. Alleen omdat de ruimte zo is uitgedijd, is die straling heel erg verdund. De straling is heel erg afgekoeld. Hij is bijna niet meer te meten. Dus ja, hij wordt wel steeds ijler en steeds diffuser. Maar dat gebeurt heel geleidelijk, dat merken wij niet in één mensenleven. Maar vergeleken met hoe het een paar miljard jaar geleden was, is die oerknalstraling is nu natuurlijk veel en veel zwakker dan toen. Dus in die zin zou je dat divergeren. Ja. Nog een vraag. Wat was er voor de oerknal? Het eerlijke antwoord is, niemand weet hoe die vraag beantwoord moet worden. Er zijn sterrenkundigen die maken zich er een beetje makkelijk vanaf. En die zeggen, ook de tijd ontstond bij de oerknal. Dus de vraag naar wat er voor de oerknal was, die heeft geen betekenis. Nou, dat vind ik dan maak je jezelf iets makkelijker vanaf. Want we weten helemaal niet of de tijd ontstond bij de oerknal. Niemand weet zelfs wat tijd eigenlijk is. We weten niet een soort afspraak. We weten niet precies hoe het heelal is ontstaan. We weten niet of er een oorzaak voor de oerknal geweest moet zijn. We weten niet of er misschien een ander heelal aan vooraf ging. Of dat het toch zonder enige oorzaak uit het niets kon ontstaan. Dan zegt iedereen, ja dat kan toch niet. Nou ja, misschien kan het toch. Niemand weet het antwoord eigenlijk. En ik denk dat we... Ja, het zou wel goed zijn om met een beetje bescheidenheid gewoon... als wetenschapper ook te zeggen, daar hebben we geen antwoord op. En dat is misschien meteen de fascinatie waardoor we dat onderzoek zo graag willen doen. Ja, interessant. Het is onbevredigend om geen antwoorden te hebben. En ja... Ik had nog een vraag. Mag ik nog iets vragen? Tuurlijk. Hallo? Ja, zeker. Is het nou zo dat het begin van de straling, is dat nu eigenlijk het einde en de begrenzing van het heelal? Ja. Dus de allereerste straal, het puntje van de allereerste straal, waar het nu is. Is dat het einde van het heelal, nu? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat zo even kort te vertellen. Maar je moet je het als volgt voorstellen. We leggen net uit dat als je naar hele verre sterren kijkt, hele verre sterrenstelsels, dan kijk je ook steeds verder terug in de tijd. Wat gebeurt er nou als je zo ver in het heelal kijkt, dat overeenkomt met een terugkijktijd van 14 miljard jaar. Dan kijk je terug naar de periode waarin het heelal ontstond. Want het heelal is 14 miljard jaar geleden, zat het in die hete oerknalfase. Dus dan kijken we terug naar het ontstaansmoment van het heelal. En precies op die afstand, wat we dan zien, is die oerknalstraling. Dus in die zin heeft uw vraagsteller een beetje gelijk. Alleen dat is niet de rand van het heelal. Want het heelal gaat daar buiten gewoon door. En dat ziet er nu uit zoals het er nu uitziet. Alleen wij kunnen niet verder kijken. Wij kunnen maar tot aan die horizon kijken. En omdat we daarbij ook nog eens terugkijken in de tijd, kijken we terug naar die beginfase van de kosmos. Maar dat is toch eigenlijk ook waarom het zo ingewikkeld is. Want het is toch een gekmakende gedachte dat na iets altijd nog iets anders moet zijn. Dan kun je je gek door laten maken. Je kunt ook gewoon zeggen, hoe gekmakend vind jij de gedachte dat er na elk getal... Nog dat je er getal één bij op kan tellen, ja. Dat vinden we betrekkelijk normaal. Misschien moeten we het ook gewoon normaal gaan vinden dat het heelal ook oneindig uitgestrekt is. Ja. Wat we trouwens niet zeker weten. Laatste vraag. Waarom, als je kijkt naar al die sterrenkundigen die
de zaak bestudeerd hebben vanaf het begin van de vorige eeuw en daarvoor ook nog, dan zie je dat er zo ontzettend veel haat en nijd en afgunst is over hun ontdekkingen. Heeft Govert daar een idee van hoe dat nou komt, waarom die mensen komt, elkaar werkelijk... Dat komt omdat sterrenkundigen gewoon mensen zijn. Leid hebben, hè? Dat komt omdat sterrenkundigen gewoon mensen zijn. Het is niets menselijks is deze wetenschappers vreemd. En als je een ontdekking hebt gedaan en iemand anders voegt daar 5% aan toe en gaat dan met de eer strijken, dan word je pissig en dan word je afgunstig. En het komt ook een beetje, dat moet ik wel bij zeggen, want je, kennelijk ben je op de hoogte van dat soort verhalen. En dat zijn natuurlijk ook de verhalen die mensen die toegankelijke boeken schrijven over de geschiedenis van de wetenschap, die vinden dat juist een leuke verhaal om te vertellen. Dus misschien is er een beetje een bias in de gekozen verhalen. Maar we zijn allemaal mensen met onze gebreken. En ik mag alleen maar hopen dat als we zelf wat vaker ons laten verwonderen door die kosmos, dat we ook met iets meer bescheidenheid naar onze medemensen, naar ons eigen bestaan gaan kijken.